Het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, heeft in samenwerking met ARC in Amsterdam een bevolkingsonderzoek verricht in Nikeri en Paramaribo. Dit vond plaats in de vorm van een UTSN-project. Het bevolkingsonderzoek was allereerst gericht op de verzameling van epidemiologische gegevens betreffende het voorkomen van angst, depressie en middelengebruik. Daarnaast werd een internet-zelfhulplijn, oftewel e-mental health, voor depressie en angstklachten en problematisch alcoholgebruik geïntroduceerd. De data-analyse heeft uitgewezen dat de psychische klachten van angst, depressie en alcoholgebruik in zekere mate voorkomen. In het district Paramaribo, hetgeen is gebleken na onderzoek in alle resorten en bij de leeftijdsgroepen 16 tot 64 jaar. Hierbij verschillen de resultaten niet dusdanig van de gemiddelde cijfers in de wereld. Echter is het aantal personen in Suriname met psychische klachten dat hulp of begeleiding zoekt zorgwekkend. Het onderzoek vond plaats in de periode 23 juli tot en met 17 augustus 2016 in de 12 resorten van het district Paramaribo, te weten Beekhuizen, Blauwgrond, Centrum Paramaribo, Flora, Latour, Livorno, Munder, Pontbuiten, Rainville, Tamminga, Weg naar Zee en Welgelegen. 23 universitaire studenten hebben geassisteerd bij de dataverzameling. In totaal hebben 1837 respondenten geparticipeerd aan het onderzoek, van wie 58% vrouwen en 42% mannen. Allen in de leeftijd van 16 tot 64 jaar.